zitten best wel rare video's bij. Ik weet niet of ik deze moet laten zien. Deze is echt heftig. Zo pijnlijk. Ze heeft me hier erg pijn gedaan. 3, 2, 1, kijk. In mijn kamer. Die is toch nog bij bed te spelen daar? Nou, man. Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ben ik met mijn moeder. En vandaag gaan we heel iets leuks doen. Je gaat op mijn TikToks reageren. De TikToks die op mijn account staan, daar ga je op reageren. Maar ook op de TikToks die ik nog nooit heb gepost. Oh, ik weet niet of je die leuk gaat vinden, want die zijn best wel heftig. Hier komt de eerste. Hè? Ik weet niet of ik deze moet laten zien. Deze is echt heftig. Dit kan ik echt niet laten zien. Ja, laat maar zien dan. Dan maak ik me nieuwsgierig. Oh, god. Oké, okay, ja. Laat maar zien. Wat is je kent vast wel de Ice Cube Challenge. Heb je ooit van gehoord dat je ijs bij je in je onderbroek moet doen. Oh. Bij mij ging het fout. Oh. Kijk, 3, 2, 1, kijk. Ja, is de Ice Cube Challenge. Weet je hoe pijnlijk dit was? Kijk, oh! En heb je in mijn kamer gedaan? Ja. En dan was het water, dan was het ijsblokjes en zo. Maar goed dat ik het niet geweten heb, maar nu weet ik het. Ah, waarom moet ik dit laten zien? Ja, dan ben ik benieuwd. Laat maar even zien wat jij gedaan hebt. Oh. Huh? Nee, Glenn. Zoek een vriendin! Nee joh! Je weet dat ik het wil. Oh! Ja, nee, ze toch gewoon weer aan het einde. Volgende mensen, ik heb hier een dansje gedaan. Ik doe niet echt vaak dansjes, ik post ook nooit dansjes op mijn TikTok account, maar... Oh, laat maar eens eventjes zien. Oh, nou... Ik zie dat je ritme had, maar doe maar niet, Glenn. Nee. Doe maar weg. Hoezo? Ik ben gewoon goed aan dansen. Ja, is heel leuk. Man, dat is een even rare actie. Nee, wil gewoon weg. Dus maar ik vind hem wel heel goed. Volgende is deze. Ik vind het wel leuk. Oh, hier kan je. Oh, toen kom ik binnen. Ja. Wat ben jij nou aan het doen in één keer om mij? Ik wilde gewoon een video maken, maar jij komt binnen. Ja, maar ja. Het is wel haar hun kamer natuurlijk. Ja, ik denk, wat doe jij daar? Dat was zo beschamend. Ze negeerde de hele dag ook, omdat het gewoon hartstikke raar situatie was. Die is toch nog bij bed te spelen daar? Nou, man. Een handstand, dan weet ik vlak. Volgende is deze. Ja, nu gaan we richting de video's die nog nooit zijn gepost op mijn TikTok. Met mijn zus, Thomas en Lorenzo. Er zitten best wel rare video's bij. Er zit hier wat op je schouder. Wie is deze jongen? Zijn arm zit toch om jou heen? Het grappige is dat gast, dat is mijn zus, man. Dat is ook niet zo. Nee, is dat niet zo? Nee, dat is helemaal niet zo. Man. Nee, is gewoon gezellig clubje bij elkaar. Hier komt een video dat we de winkel werden uitgezet. We deden iets heel raars. Eeuw, heb je nou een scheet gelaten? Gadver! Heb je nou een scheet gelaten? Glenn. Doe normaal, goos. Mevrouw, hij stinkt helemaal niet. Ja, wat dat? Zullen we de eerste TikTok kijken die wij samen hebben gemaakt? Dus de eerste video van ons samen. Oh, dat is wel leuk. Okay. Oh ja, was je een beetje vervelend? Dacht ik van, ik ga jou eens eventjes een beetje terug. Luister dan, ik zei tegen haar leuk van, ja, ik heb een TikTok account, mam, en je kan misschien mij een keer pranken. Voor de lol, weet je. Had ik een prank uitgelegd hoe ze dat moest doen. Ja. Maar ik dacht gewoon van, ze gaat het nooit doen op mij. Jawel. Dus toen heeft ze het al gedaan, maar hier komt de video. Hier komt de video, let maar op. Ja. Ja, die is leuk. Dat is echt... Lekker helemaal dichtgeplakt. Ging lekker naar de wc. Ik ging niet plassen. Nee. Komt het hoor. Je zag het ook echt niet, want je zit op je telefoon. Dus ik weet gewoon dat je het niet ziet. Je zit gewoon op je telefoon. Ja. Dit moest opruimen. Dit was echt niet leuk. Deze video heeft 1,1 miljoen weergaven, mam. En ik ging jou hier 100 euro geven als je het woord raadde op mijn hand. Oké, mam. Als jij raadt wat er op mijn hand staat, krijg je 100 euro. Je komt in de kamer binnengelopen. Je zegt in één keer van, als je kan raden, dan denk ik, nee, Glenn, even niet nu. Dat was wel heel erg snel. Ik heb er wat heel wat leuks van gekocht. Hoe kan dat nou weer? Jullie weten hoe rijk ze is. Ik heb wel een leuk tasje gekocht. Ik denk dat ze zeker wel een paar honderd euro aan mij verdient qua video's van TikTok. Ja, maar ik ben ook lief voor je. Deze video was zo pijnlijk. Ze heeft me hier erg pijn gedaan. Ja. Die komt de was pakken. Gooit ze de emmer bijna op mijn hoofd. Wat is dit nou weer? Ja, hij was niet tegen je aangekomen. Nee. Ik gewoon die heks in de hoek. Nou, weet je hoe gevaarlijk het is, man? Ja, sorry. Nee, wat lach je nou? Weet je hoe pijn het is? De video komt nu. Nee, dit kan echt niet. Nee, geen grap. Nee, niet lachen. Nee, echt niet. Kijk dan. Leuke lachje. Kijk, een lekker lachje. Ja, nee, dan komen die ijsblokjes. En ik was lekker aan het douchen, lekker muziek aan het luisteren. Er komt, let op. Lekker, het ging alleen niet helemaal goed. Die emmer. Ja. Gooit ze de emmer op mij terwijl ik aan het douchen ben? Ik weet al wat ik doe. De reden waarom ik mijn moeder ging gebruiken voor mijn TikTok-video's en mijn zus trouwens ook, was omdat ik eigenlijk gewoon in quarantaine zat. Iedereen zat in quarantaine. En ik dacht van, ik kan niet met mijn vrienden video's maken, niet met mijn andere mensen om me heen. Dus ik moet gewoon met jullie video's maken. En helaas moest ik dat toen met mijn moeder en mijn zus doen. Helaas.
Nou ja, zeg. Gewoon normaal. Dit was de video voor vandaag. Mijn moeder reageerde op mijn TikToks. Wat vond je van mijn TikToks? Vind je ze leuk? Vind je ze apart? Vind je ze eng? Vind je ze spannend? Nee, ik vind ze wel leuk. Ja? Ja, ja. Vind je het nog vind ik wel leuk om te zien. Maar ik moet niet die dansjes gaan plaatsen, denk ik. Hè? Dat is echt. Nee, doe dat maar. Bij 5000 likes gaan ik en mijn moeder opnieuw een leuke video maken met elkaar. Dus ga liken, abonneer voor meer video's. Volg mij op al mijn social media's, Instagram, TikTok en Snapchat. Glenn Fontijn. En dan zie ik jullie terug op elke woensdag om 5 uur en elke zondag om 12 uur. Doei doei!